Maar luister. Hey! Ongeveer een jaar geleden ben ik in een ondergrondse mijn geweest in Nederland. We kregen een hele rondleiding door de mijn en ik moet zeggen, het was allemaal super interessant, maar ik had wel een raar gevoel. Eigenlijk hou ik er helemaal niet zo van om diep onder de grond in een kleine krappe ruimte te zitten met heel veel mensen. Toen ik dus eenmaal weer boven was en gewoon frisse lucht kon inademen, vond ik dat eigenlijk best wel fijn. Toen ik dit spelletje tegenkwam, dacht ik van ik moet dit spelen. Ik vond het in het echt al eng, dus laat staan in een horrorspel. Ik speel Haunted Mine. It was hired to demolish a mine. Ik ben dus ingehuurd en ik moet deze mijn gaan opblazen om hem dus te vernietigen. He ignored who and why. Oftewel, we kregen gewoon de opdracht en waarschijnlijk zal het, ja, he only cared for the money. Het zal ons veel geld opleveren, dus dacht hij van, yo, let's go, easy klus. But he found trouble in the mine. Nou, ik ben er nog niet, dus ik heb het nog niet gevonden eigenlijk. The mine was living and it eyed him. Oké, nou, dat is niet al te best nieuws. Ja, kijk, zo zag het er ongeveer dus ook uit in die grot daar. Oh, dit is niet cool. Heb ik iets van een... Dit is mijn flashlight al. Oh, you made it all the way down. Good. Ja? You've got a bag full of C4. But you need to place them in specific locations. Dat is op zich redelijk logisch. Use the device and follow the navigation arrow to find the right spots. Oké. Dit is mijn device. Distance. Oh, dus die laat zo zien. Ik kan alleen niet die kant op. Dus we zullen wel via hier moeten gaan. Ja, dit is hoe het er ook uitzag in die mijn daar. En dat is best wel eigenlijk een beetje creepy. Ik was dus in Limburg. Daar in die mijn. Die gingen we niet opblazen. Oh, great. You've reached the right location. Plant the bomb and move on to the next site. Wacht, moet ik 5 bommen gaan plaatsen? Ja, oh nee. Oké, dat is 1 van de 5. Yo, dit is... tot nu toe nog prima, maar de mijn leeft dus, dus het zal niet zo blijven, vrees ik. Ik moet zeggen, het waren mooie grotten daar in Limburg, maar ik zou er niet al te lang willen zijn. Ik zou er niet willen werken, dat in ieder geval. Heel veel respect naar de mensen die dat allemaal gedaan hebben. Ja, mij kan je gewoon oprapen, want dat is echt helemaal niks. En dit is groot. Dit is echt bizar groot. Oh, dit gaat wat worden als ik... Oh my, what? Is dit wat ze bedoelen met it item? Letterlijk, ogen? Oh, nu is het weg. Oké, dat is niet heel fijn. Ja, dat is best wel een beetje creepy eigenlijk. Ik wil niet meer. Kan ik gewoon stoppen en teruggaan en zeggen van... Yo, ik hoef het geld toch niet? Ik weet niet hoeveel geld het oplevert, want dat hebben we niet gezien. Maar zo zie je dus wel. Ik denk dat het in het echt op zich ook wel is. Dat als je maar genoeg geld betaalt, dan doen mensen de gekste dingen. Oftewel een mijn ingaan die leeft. Oh. Stop it. Stop. You saw what? Eyes look at you? Are you sure you're not hallucinating? Nou, dat zou ook best kunnen. Just take a deep breath and keep moving. Met wie praat ik? Met wie praat ik? Even serieus. Is dat mijn opdrachtgever of zo? Maar ik heb al bijna alle bommen al. Zou dat niet al het einde game zijn? Dus het kan nooit goed gaan. Anders is het, ben ik met 2 minuten ben ik klaar. Yo, waarom doet mijn beeldscherm ook zo raar? Mijn aim dingetje, die blijft niet wit. Die glitcht te hebben al, zie dat? Dat is toch geen begin... Ah, wordt stil. Oké. Ik heb liever dat geluidje dan dat het helemaal stil is. Nou, hier is nummer 4 al. Nee. Wat? Stop al op. Huh? Oh my. Oh my, ik space hem. Ik hallucineer echt. Waar komt dat oog vandaan? Kerel, we moeten nu weer hier helemaal naartoe. Ik dacht dat ik mijn 4 al had, joh. Oh, hier, we zijn er weer. Kom op, laat me hem snel plaatsen. Interact. What? Someone staring at you? Niet iemand, maar letterlijk gewoon een oog. Dit is alleen oog. Er zit niet lichaam bij. Dus het is niet iemand. How is that possible? Hoe moet ik dat weten? You must be seeing things. Forget it. Keep going. Is dat niet in de mijn ook echt? Dat zeg maar als de... Er echt, is toch iets van als de verhouding of zo... Kerel. Waarom... Ik hou niet van ogen. Zeg maar, niet zulke ogen. Ijoh, waarom gebeurt dit? Ga ik dood? Moet ik weg hier? Ik ga ze niet aanraken, dat kan ik je wel vertellen. Kijk hoe ver de distance is naar mijn laatste bom. 200. Dat is niet al te best. Nou, die ogen liggen hier nu gewoon. Ja, maar dat is creepy. Toen ik mijn bril kreeg... Nou ja, ik heb hem gekregen, maar mijn ouders moesten er wel voor betalen. Kijk, je kan natuurlijk in plaats van een bril kan je ook lenzen doen. Maar ik durf letterlijk geen lenzen te nemen, omdat je dan moet friemelen met je oog. En dat is gewoon echt een no-go. Als ik het andere mensen zie doen, dan is het al helemaal zo rillingen, weet je wel. Als ik dat zelf moet doen, ja, mensen zeggen dat het went. Ik hoef daar niet aan te wennen. Ik ga dat niet doen. Oh, nu is de distance heel dichtbij. Ja, nu moeten we het snel even klaren. En die bom plaatsen en weg. Desnoods ga ik onder met deze mijn. Nee, trouwens, dat is helemaal niet de bedoeling, want dan krijg ik mijn geld ook niet. Oké, ja, we hebben hem. Interact. You've done it. All the charges are set. I'm activating the countdown. Make your way to the lift. Kan je niet wachten, zeg maar, totdat ik eruit ben? Stay calm and think about the money. Poeh, kijk hoe ver weg die is. 3,5 minuut. Maar, luister. Hey!
Wat zit erachter? Is het zo'n oog? Dat is zo'n oog. Nee, dit loopt dood. Waarom? Waarom zit er een oog achter mij aan? Ja, dat oog is daar. Dus echt niet dat ik... Hij is daar opeens. Bro, wat doe jij? Waarom doe jij dat? Laat me met rust. Ik zat net mijn verhaal lekker te vertellen en nu ben ik gewoon mijn woorden kwijt. Gelijk. Ik zit helemaal in een stressmode. Nee. Nee, maar gast. Ik kan letterlijk geen andere kant op. Laat me met rust. Stop, hou op. Hij gaat weg. Kom dan. Jij bent bang. Wacht, ik moet naar die uitgang toe trouwens. Ik heb maar 2 minuten. Dat oog, dat gaat mij echt een keer goed pakken om zo'n hoekje. Want je ziet hem helemaal niet aankomen. Ja, zie je. Dat zeg ik. Dat bedoel ik. Hij is daar. Oog, ik moet die kant op. Oog, dit is wel een beetje stressend. Als je even mij met rust laat, oké? Ik hoef nog maar een klein stukje. Het is niet heel moeilijk. Wat als ik dood ga? Wat als dat oog mij pakt? Ben ik dan dood? Ik bedoel, hij kijkt naar me. Dus dat is niet dat je zou zeggen, hij doet gelijk iets heel erg slechts. Oh, ik moet niet die kant op. Ik moet ook niet deze kant op. Nee, oog, alsjeblieft, ga weg. Ik heb maar 2 minuten de tijd om die uitgang te vinden. Kom dan. Kijk, zie je? Je moet gewoon dominantie uitstralen, dan gaat hij weg. Dat geluid maakt het trouwens niet heel veel beter. Huh? Welke kant moet ik op? Dat loopt dood. Moet ik dan wel deze kant op? Oh ja, ik kan wel hierdoor. Nee, ik hoor dat oog. Ik hoorde toch dat oog? Ik ben zo close, hè, als hij nu spant. Maar de muziek ook. Doe even normaal. Nee, ga weg, alsjeblieft. Kom, ga je weg? Hij gaat weg. Hij heeft ook van die vieze uitstekende dingen. Trouwens, we zitten nu weer op 20. Hoe kan dat? We gaan steeds verder weg. Hoe kan dit? Nee, kerel, doe normaal. Waarom ga ik steeds verder weg? Ik kan die hele uitgang niet vinden. Ik denk dat ik oprecht misschien niet eens dood ga door het oog, maar dat ik gewoon de uitgang niet kan vinden. Want ik ben verder weg dan wat ik net was. Dat is niet heel best. Dat kan ik jullie wel zeggen. Is dit de uitgang? Ja, dit is de uitgang trouwens. Ja. Het ontploft. En nu? Wat gebeurt er met de ogen? Leven de ogen nog lang en gelukkig of niet? Oh, nee. Hallo? Oh, we gaan... He still wondered why the mine was cursed. Ja, waarom was de mine cursed? Ik snap het niet. What did he witness down there? Ogen. Maar de ogen hebben mij niet gepakken te krijgen. Dus deze game, mag ik even zeggen, easy peasy. No one believes his horrifying story. Nee, dat snap ik. Als ik zou vertellen... Yo... Oh, the pay was decent, but was it worth the nightmares? Als ik zou zeggen, ik ben naar Limburg geweest, ik ben in een grot geweest en er waren ogen en die keken me aan. Dan zouden ze waarschijnlijk zeggen van, dat waren de mensen om je heen. Nou, was ik daar ook niet alleen, dus het zou kloppen dat de mensen om me heen zouden zijn. Maar in dit geval, als je alleen een mijn gaat om te ontploffen, zijn er natuurlijk geen mensen. Maar dat gebeurt niet. Oftewel, ga niet een mijn opblazen. Maar ik denk niet dat dat echt nu zo gebeurt nog. Ja, ofwel, maar dan hoop ik voor je dat er geen ogen tegenkomt. De game was kort maar krachtig, voornamelijk krachtig, want de hele mijn is opgeblazen, maar ik heb het overleefd. Ik vond het dikke prima. Wat was enger, het in het echt of deze mijn? Ik vond deze mijn toch wel enger. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal hier beneden en klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Joejoe!